March team zat in een financieel hele zwakke positie. En daarbij moeten de dingen gewoon exact uitkomen op bepaalde datums. Want anders dan gaan dingen niet door. Nou, dat voor mij is dan op tijd gebeurd allemaal. Er zijn een aantal andere dingen die met de Franse overheid te maken hadden. Die zijn allemaal net wat te laat gekomen. Daardoor konden we de aanbetalingen voor de motoren niet op tijd in Engeland krijgen. En dat op donderdag verviel gewoon de deadline en toen was het over voor ons. Is het dan niet frustrerend als je een half jaar bezig bent geweest en je bent rond financieel voor jezelf? Ja. Dat idee heb je dat je hier nu in Zuid-Afrika zit en je zit hier op een leuke plek, maar je hoort op het circuit te staan. Ja, als je er een half jaar mee bezig zou zijn, dan is het niet zo frustrerend. Maar als je er dus gewoon 20 jaar mee bezig bent. En ik ben 36 jaar, ik heb nog wat tijd gewoon in mijn carrière en ik ben nog aanwezig. Ik heb al mijn kwalificaties voor het autorijden in de Formule 1 en dat maakt het frustrerend. Hoe schat je de kans in voor Brazilië en voor de rest van het seizoen dus? Nou, ik moet je zeggen dat ik in deze situatie een paar mensen heb leren kennen. En Henny Vollenberg is dus een van de Nederlandse directeuren dus bij het March team. Het zou mij niet verbazen als over niet al te lange tijd het hele team in Nederlandse handen komt. Dus dan zouden we in deze situatie een Nederlands Formule 1 team hebben. Maar Henny is iemand dat ik dacht dat ik een beetje door kon zetten. Maar dat is er één die blijft doorgaan. En die geeft het niet op. En iedere keer dat hij nee hoort, gaat hij... Het is ongelooflijk. Ik heb er nooit zo iemand meegemaakt. Maar is dat optimisme tegen wil en dank? Of is het reëel? Nee, dat is gewoon... wat er aanwezig is, dat is reëel. Wat je een investeerder te bieden hebt, is allemaal reëel. Wat je een sponsor te bieden hebt, is ook reëel. De bedoeling daarvoor was. Is dit het alternatief voor jou op dit moment? Nee hoor, dit is gewoon eigenlijk een beetje tijd doden voordat de vlucht weer terug gaat. Een beetje in de zon, verbrand je alleen maar. Ja, wil je ook? En tennis ook? Ja, straks gaan we even tennissen. Op het circuit rondhangen, ja, dat doe ik zondag tijdens de race, dan ben ik er wel. Maar nu zo met de trainingen, ja, om dan op het circuit rond te hangen, daar vind ik helemaal niks in. Daar word je gek gewoon. Als je al die mannen ziet rijden. En, het is leuk om in zijn auto te zitten, maar voor de rest zit er niks in. Praat over March en dan merk je dat er toch wel mensen zijn in je omgeving die dan echt op z'n Hollands weer zeggen, ja, klote team achteraan en noem maar op. En dan denk je van ja, maar waar vind je in Nederland bijvoorbeeld nog mensen die zomaar 3-4 maanden werken zonder dat ze salaris krijgen? Dat zijn die jongens hier. Er is hier 15 man van het March team en dat zijn mensen die hoor je niet, ze zijn niet negatief. Op het moment dat ze horen dat de motoren er niet zijn, dan is er al gelijk eentje die voor de grap zegt van nou, die 2 weken salaris gaat dan waarschijnlijk ook niet door. Maar dat zijn mensen met zoveel karakter en met zoveel vakbekwaamheid. Want het is nog geen 2-3 jaar geleden dat ook een March gewoon voorop reed in een Grand Prix. Dus wat dat betreft, de kwaliteit van het team, is daar sta ik voor. Ik had één sponsor die gewoon toegezegd heeft en ondanks de toezegging gewoon afgehaakt is. Nou, dat was voor mij een probleem. Want met de toezegging en in de fase van het contract rondmaken had ik me al vastgelegd met March. Mm-hmm. Dus toen dat niet doorging, zit ik natuurlijk met... Ik ben iemand die gewoon mijn afspraken nakomt. Moet je daar garant voor staan? Tuurlijk. En dat als dat inhoudt dat ik alles wat ik bezit moet verkopen of wat dan ook om mijn afspraak na te komen, dan graag. He, maar ik geloof gewoon in een stuk zakelijke moraal dat als ik afspraken nakom of afspraken maak, dan, dat moet gewoon nakomen. Wat de prijs ook is, ik geloof niet dat er ooit een excuus is om dat niet te doen. Carl Wendlinger rijdt vorig jaar voor ditzelfde team, bijna vanuit zo'nzelfde financiële situatie.
Die heeft dan wat geld van Mercedes erachter staan. En dat gaat echt niet over tientallen miljoenen of wat dan ook. Dat zijn allemaal normale bedragen die in Nederland door Nederlandse bedrijven ook op dit moment uitgegeven worden aan golftoernooien of aan god weet wat. Je bent echt kwaad, hè? Nou, kwaad niet. Je zit daar gewoon met al die energie. Ik zit weer over geld te praten. Hoe heb je je voor kunnen bereiden, los van die financiële toestanden op het raceseizoen? Een periode goed. 'S ochtends hardlopen en gewichten trainen. En 's middags dan het zakelijke gedeelte. Maar op een gegeven moment is het over. Ja. Frustrerend lijkt me dat. Dat het zo moet aflopen. Okay.